Ja, dit was een hele grote bus, dus ja, het was... In Dashcam laten we u gevaarlijke en opmerkelijke verkeerssituaties zien in Nederland. Hoe konden ze ontstaan en wie zijn de mensen die soms met gevaar voor eigen leven moeten handelen? Ik vind het echt een kleinzielige, kansloze actie. Vandaag besteden we in Dashcam aandacht aan een eerdere aflevering die we maakten op de A15. Hier krijgt Wijnand Kraus het op zijn motor aan de stok met een bestuurder van een witte bestelbus. En Wijnand wil nu graag zijn verhaal doen. Er zijn wel vaker mensen die mij afsnijden. Wijnand is op weg naar zijn werk wanneer de bestuurder van een witte bestelbus brutaal invoegt. Hij snijdt mij daarvoor af. En daar was ik een beetje geïrriteerd door. Twee hittepetitten die elkaar tegenkomen op de snelweg. De een daagt de ander uit en gaat er volledig in. Dat kun je wel zeggen, want Wijnand reageert op de brutale invoegactie met een ferme klap op de bus. Ja, omdat ik er nogal van schrok dat hij ineens zo dicht naast me zou. Nou, ik hoop dat deze man niet vaak schrikt. Want als je dit telkens als reactie hebt, ja, dan heb je een heel moeilijk leven, lijkt mij. Maar dat ziet Wijnand toch echt anders. Want hij zou het zo weer doen. In dezelfde situatie zou ik het weer doen, ja. Onbegrijpelijk deze reactie. Ik vind het heel stoer dat deze man op camera in ieder geval reactie wil geven. Maar ik verwacht dan wel eigenlijk dat hij spijt betuigt en niet zegt van ik zou het de volgende keer weer doen. Want dan heeft hij dus helemaal niets geleerd van deze doldwaze actie. Gelukkig loopt de bizarre verkeersruzie tussen deze twee heren met een sisser af. En laten we hopen dat Wijnand na het zien van deze beelden zich in een vergelijkbare situatie nu wel twee keer bedenkt voordat hij overgaat tot dit soort nutteloze acties op de snelweg. Ongelooflijk, hè? Heeft u ook een opmerkelijke video gemaakt met uw dashcam? Of kent u een verkeerssituatie die levensgevaarlijk is? Mail dan de redactie en wie weet zien we uw video dan een volgende keer in Dashcam.